Nou, ik heb zeker last gehad van, de, van de delos-aanvallen. We zijn de klam bij Keiway en uh, ja, ik moet thuis werken, want uh, ja, iedereen weet het, corona. En uh, ja, dat ging niet, dat is wel heel vervelend. Mijn vrouw die werkt veel thuis, dus ze had gisteren op een gegeven moment geen internet, zeg maar, dus daar kon ze niks, kon ze niks doen. En hoe was dat toen? Was nou, het... nou ja, dan, dan, kan je, dan kan je koffie gaan drinken, denk ik, uh, toch? Ja. Hij wilde, toen hij naar school kwam, wilde hij zijn favoriete uh, tekenfilm kijken en dat lukte niet. Dus er was een, een drift bij. Dan, uh, ja, dan beginnen we natuurlijk gelijk uh, te klagen van, uh, hoe kent dat nou, dit en dat. En juist omdat we natuurlijk zoveel thuis moeten werken, moet het natuurlijk ook wel heel optimaal zijn. We hebben de afgelopen dagen een aantal aanvallen gehad uh, op ons netwerk. Waar gisteren ook een uh, groot deel van de KJW-klanten last van heeft gehad. En uh, ja, klanten hebben dat gemerkt doordat de internetverbinding het even niet deed. Of de televisie even niet werkte. Bij deze DDoS-aanval zijn er heel veel computers die een verzoek tot internetverbinding sturen naar de servers van het Kiway-netwerk. Er ontstaat een soort van file. En klanten die dan thuis proberen een pagina op internet op te zoeken. Ja, komen eigenlijk met hun aanvraag achteraan in die file terecht. Nou, en die komen er niet doorheen. En dan zegt de computer: het lukt niet. Kiway heeft een soort wasstraat om de DDoS-aanval eruit te filteren. En die filters die filteren eigenlijk de slechte data eruit. En de goede data, dus dat zijn de verzoeken van onze klanten, die laten ze door. En zo lossen we de file op. Omdat DDoS-aanvallen de laatste tijd best vaak voorkomen, verwachten providers ze steeds sneller te pareren.